Vanochtend hadden wij in het provinciehuis de V100. In navolging van in de Tweede Kamer de verantwoordingsdag hebben we de jaarrekening besproken met een circa 80, 90 inwoners van Zuid-Holland. Met allerlei verschillende onderwerpen als het gaat over water, het gaat over recreatie, wonen en ruimtelijke ordening. Ik heb vandaag bij de tafel gezeten die ging over wonen en voorzieningen. En wat ik daarvan heb meegenomen is dat mensen drie dingen echt heel belangrijk vinden. Hoe zorgen we dat we woningen kunnen verduurzamen, zodat ze minder energie verbruiken. Het andere is dat ze heel erg belangrijk vinden dat we het tekort aan woningen in het lage en in het middensegment oplossen. En hoe kunnen we nog een extra impuls geven aan de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen. Uiteraard bedanken we alle deelnemers. Fantastisch dat ze hier naartoe wilden komen om ons te helpen om straks in de verantwoording in de Staten daar een invulling aan te geven. En woensdag 30 mei zal de Provinciale Staten de jaarrekening gaan behandelen. En die vergadering begint woensdag om 10 uur.